Zo vertrok Donald Trump zojuist richting de rechtbank in New York. Daar wordt hij opgewacht door een grote menigte mensen. Journalisten, voorstanders van Donald Trump. I don't think Trump did anything wrong. I think this is all false charges. En tegenstanders. I hope the rule of law follows him and processes him. Ze zijn er allemaal. Want een oud-president die zich in de rechtbank moet melden voor een strafzaak, dat is iets historisch. Dit is waarom dat gebeurt. Donald Trump wilde in 2016 president worden van de Verenigde Staten. 10 jaar daarvoor zou hij een geheime relatie hebben gehad met een vrouw. En zo vlak voor de verkiezingen wilde Trump niet dat mensen daarachter zouden komen. Hij betaalde de vrouw daarom veel geld. En in ruil daarvoor zou zij niets zeggen over die relatie. Dat is niet verboden in Amerika. Maar wat Trump daarna zou hebben gedaan, wel. Hij zou hebben gezegd dat hij het geld had gebruikt voor zijn werk. En dus hebben gelogen. I love this country. Trump won toen de verkiezingen en was 4 jaar lang de president van de Verenigde Staten. Congratulations, Mr. President. Daarom is er nu zoveel aandacht voor deze zaak. De reis van Trump naar New York was zelfs live op tv te volgen. And right now we are seeing movement finally. Hoe hij uit zijn huis in de Amerikaanse staat Florida vertrok. As the president takes off. Naar New York vloog. There he is. Let's just take a moment and watch. En uiteindelijk zijn eigen gebouw, de Trump Tower, binnenging. Vanaf daar ging hij vandaag richting de rechtbank. Hier moet Trump zijn vingerafdruk afgeven en krijgt hij te horen wat er precies in de aanklacht staat. Trump zelf is het absoluut niet eens met wat er gebeurt. Hij zegt dat zijn tegenstanders hem alleen maar willen tegenwerken, omdat hij opnieuw president van de Verenigde Staten wil worden.